Wil jij geestelijk groeien en groeien in geloof? Mis dan geen een van onze video's. Abonneer je even op ons YouTube kanaal. Zet het belletje aan en je hoeft niks meer te missen. Je wordt opgebouwd, je wordt gezegend en bemoedigd. Welkom bij een nieuwe aflevering van Voice of Fate. Van harte welkom en geweldig dat je kijkt naar deze prachtige, goede en heerlijke nieuwe aflevering. En we gaan vandaag een prachtig thema behandelen. Ik geloof een heel belangrijk thema. Ik geloof dat elk thema belangrijk is. Maar ik merk dat God weer nieuwe dingen in mijn hart heeft gelegd om met jullie te delen vandaag. En uh, ik zie er enorm naar uit. Uh, tegelijkertijd is het belangrijk om te weten dat onze gebedslijnen open zijn. En je kan altijd bellen als je genezing nodig hebt, bevrijding nodig hebt of als je met dingen zit. Bel gerust onze lijnen. Uh, de mensen die daar zitten, die staan voor je klaar om naar je te luisteren, met je te bidden, um, te spreken over je situatie en samen met jou in geloof te staan voor een doorbraak in je situatie. Dus bel gerust naar de gebedslijnen. En um, dan uh, geloof ik dat je enorm gezegend zal zijn en gezegend gaat worden. Vandaag ga ik het hebben over um, dat gezondheid is onze erfenis is. En ik geloof dat het een, een van de belangrijkste dingen is, uh, belangrijkste fundament is voor jou, uh, leer op genezing en op gezondheid. Dat je begrijpt wat de wil van God is, dat je ook gezond bent. En dat alles wat Jezus Christus aan het kruis van Gogota heeft heb gedaan, is dat het voor jou is. Is dat het specifiek gedaan is voor alle mensen hier op aarde en iedereen die... Tot hem zou komen en dat alles wat hij gedaan heeft aan het kruis het hele verlossingswerk dat daar een erfenis aan vast zit en die erfenis wil ik vandaag met je delen en daar wil ik ook wat persoonlijke verhalen in delen waar ik zelf waarin ik zelf gewoon enorm heb geleerd en samen met de heilige geest samen door het woord van God en ik wil je daarin gewoon de principes die ik heb geleerd wil ik je heel graag Geven, zodat je, zodat je ook in die, in die gezondheid kan gaan staan, of dat je het juist kan gaan behouden in je leven. En daarom geloof ik echt dat het heel een inspirerende boodschap voor je zal zijn. Als ik kijk naar de christelijke media, als ik luister, naar, als ik kijk naar artikelen die geschreven zijn over genezing, de tegenwerpingen en allerlei dingen die geroepen worden. Uh, soms is het ook smaad, soms is het. Soms zijn het oprechte vragen, uh, maar wat ik elke keer zie als mensen proberen om de wil van God aan de wil van God te tornen, als het gaat over genezing, zie je altijd dezelfde dingen terugkomen. En het zijn constant de Bijbelleraren die dan in de pen schieten en schrijven over wat er wel klopt en wat er niet klopt, en dat genezing uh, niet per se voor altijd is, maar dat het soms gebeurt. De anderen beschrijven dat het niet gaat om onze Welvaart, hè, om, om, dat, we, dat we in ons lichaam welvarend zijn. En dat we moeten uitkijken dat God ook mensen wil straffen met ziekte, zodat ze wat kunnen leren. En ze beschrijven van allerlei dingen. Maar één ding valt mij op, wat mij heel sterk opvalt, is dat eigenlijk geen enkele Bijbelleraar antwoord geeft op de nood van mensen. En als ik kijk naar het Woord van God en naar Jezus Christus, geeft Hij ons antwoord. Altijd de weg. Waarom? Hij is de weg, de waarheid en het leven. Jezus is de deur. Jezus is de poort waardoor wij alles ontvangen wat we nodig hebben. Er wordt nooit beschreven hoe we dat kunnen ontvangen. Hoe we bij onze erfenis kunnen komen. Er wordt altijd een tegenwerping aangeboden. Ze schieten allemaal in de pen, maar het verandert heel weinig. Misschien hebben ze gelijk, misschien geven het ze een goed gevoel, maar er is niets, maar dan ook niets, wat, ze, wat mensen uitlegt die ziek zijn of in nood zijn, of die, die gewoon niet weten meer wat ze met hun leven moeten, die op het rand staan van de afgrond. Niemand geeft sleutels voor deze mensen. En ik geloof dat deze boodschap juist voor deze mensen is ook vanavond. Dat je hoop krijgt in Christus die in jou is. De hoop der heerlijkheid. Degene die jou opbouwt, die jou helpt, die jou inzicht geeft. Die alles geeft wat jij nodig hebt. En daar wil ik vandaag met je gaan kijken. Dat genezing is de wil van God voor een ieder. Voor een ieder. Dus als jij luistert, ben jij ook die ieder. Het is voor een ieder. Het is de wil van God voor ons allemaal. Ik ben zelf ook, uh, ik ben zelf ook uh, ernstig ziek geweest een aantal jaar geleden. En ik denk dat heel veel mensen naar me toe zijn gekomen. Die dan, nou de ene zegt: Weet je wel, uh, God heeft hier een plan mee. En uh, ja, misschien wilde je wel iets leren. En ik werd dan altijd wit-heet van binnen. Je weet niet waar je, ten eerste weet je niet waar je over praat, ten tweede weet je niet wat je zegt. Je weet gewoon niet wat je zegt. En het is nooit God's plan geweest. Het is nooit God's plan geweest. of zijn wil om mij ziek te maken. Dat God uiteindelijk alles ten goede heeft gekeerd. door het proces heen, dat is uiteraard. Maar het is nooit de wil van God geweest. dat hij een ziekte heeft gegeven. of wat dan ook. Het is altijd het, ik geloof echt dat het altijd de vijand is die komt om te roven en te stelen. En als ik kijk naar Genesis 1, om alleen maar een beeld voor mezelf, wat voor mij heel belangrijk is geweest, is naar te kijken naar Adam en Eva. Daar waar nog geen gevallen mens was. Daar waar zij nog in volmaakte harmonie leefden met hun hemelse Vader. Waar ze gewoon lekker in de ontspanning waren met God, samen met hem. En gewoon ontdekten hoe geweldig Hij was. Ik heb nooit Adam. Heb ik nooit met een rollator gezien. Heb ik nooit met krukken gezien. Heb ik nooit met een, met een, met een, met een, met een, uh, met een zuurstoffles gezien. Heb ik ook nooit gehoord dat hij een transplantatie moest ondergaan. Het was niet in die tijd dat God daar de, de vader was. Dat hij gewoon de God was. Dat er niets anders was. Het was het moment dat uiteindelijk Adam en Eva alles weggaven. En de duivel, de leugen van de duivel geloofde. En daardoor kwam ziekte, kwam pijn, kwam verdriet en al die andere ellende in deze wereld. En daarom zegt hij ook toen Jezus is gekomen en hij aan het kruis is gegaan, was een van de kenmerken is dat hij dat ging herstellen. En uh, we hebben natuurlijk, uh, er is een prachtig boek geschreven over alle theorieën, over verschillende. Um, verschillende redenen waarom dat het de wil van God is dat iedereen geneest. En dat staat in dit prachtige boek. Dus als je dat nog niet gelezen hebt, of het juist even weer op de achtergrond, lees het. Gewoon lees het weer opnieuw. Gewoon die belangrijke sleutels die je mee kan nemen om in genezing te komen, om uiteindelijk te ontdekken wat de wil van God is voor jouw leven. Maar hier in Handelingen 10, vers 38, is een prachtige... Vers waar staat waar het al beschreven wordt over Jezus, waarom dat hij naar deze aarde is gekomen, hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht, en hoe hij het land door is gegaan terwijl hij goed deed en alle die door de duivel overweldigd waren genas, want God was met hem. Dit is wat je ziet. Die overweldigd waren van de duivel. Het is een duivelswerk. Het is een werk van de duivel om mensen ziek te maken. Lees Johannes 10. Daar staat: Jezus kwam om overvloed te geven. Om leven en overvloed te geven. Het was de duivel die roofde, die steelde en die probeerde alles kapot te maken. Het is nooit Gods bedoeling geweest dat mensen in ziekte leefden. Het is de overweldiging van de duivel die mensen ziek maakte. En daarom zei Jezus, daarom is Jezus gekomen met een van die dingen waarvoor hij naar deze aarde was gekomen. Om allen die overweldigd waren. Om die te bevrijden, van het juk te verlossen. Om ze los te breken van ziekte. Om ze los te breken van pijn. Om ze los te breken van alle ellende die ze moesten doormaken onder de tyrannie van de vijand. En dat is de reden dat Jezus naar deze aarde is gekomen. En dat is zo belangrijk om dat elke keer weer te herhalen. Te herhalen voor jezelf. Jezus kwam naar deze aarde. 1 Johannes 3, vers 8. Waarom kwam Jezus naar deze aarde? Om de werken van de duivel te verbreken, om de werkzaamheid van ziekte, om de werkzaamheid van pijn, van ellende, van al die andere dingen te stoppen. In Jezus naam. En de kop te vermorselen. Zoals in Genesis 3 al werd aangegeven. Waar het evangelie werd gepredikt. Dat er een zoon zou komen. Die uiteindelijk de kop van de slang zou vermorselen. En de hele invloed. En de hele autoriteit van die duivel zou wegnemen. En onderuit zal slaan. In de naam van Jezus. Halleluja. Halleluja. Dus ik hoop dat je begrijpt. Dit is de wil van God. En uiteindelijk al wordt er over Jezus gesproken in Jezaja 53. Daar, is later, daar krijgen we een inkijkje in wat Jezus ervoor moest leiden. En dan staat er letterlijk: al de striemen die Hem werden aangedaan, alle pijn die Hem werd aangedaan, lichamelijk, was voor onze genezing. Was uiteindelijk voor jouw genezing. Hoe bedoel je? Het is, het is de wil van God dat jij geneest. Door zijn streamen zijn wij gezond geworden. In de machtige naam van Jezus Christus. Ja, en natuurlijk. Het heeft een geestelijke betekenis. Het heeft heel veel betekenissen. Maar het heeft ook een lichamelijke betekenis. En dat kunnen we zien aan verschillende Bijbelpassages die dat duidelijk laten zien. Dus genezing is de wil van God. En als je nog twijfelt. Dan wil ik je laten zien vanuit het Woord van God. Dan zou ik je een vraag willen stellen: waar zou je dat nog kunnen zien? Dat, stel dat God niet, niet iedereen zou willen genezen, dan wil ik je een vraag stellen. Dat is, dat, is, dat is als je kijkt naar het Nieuwe Testament. Gewoon naar het Nieuwe Testament. Wat is de reden dat Jezus Christus dan in Markers 16, vers 16 de opdracht geeft om zieken te genezen, duivels uit te drijven. Doden op te werken, doden op te wekken en de hele wereld over te gaan om deze boodschap te prediken. Wat als, wat als het niet de wil van God was? Waarom zou je dat dan doen? Waarom staat het gehele boek Handelingen vol met de wonderen en tekenen van God? Waarom werden alle zieken onder de, onder, de, onder de kracht van de apostelen genezen? Wat was de reden dat het boek Handelingen is opgeslagen? Waarom? Omdat God wil laten zien dat er een herstel is. Na dat wat er allemaal is gebeurd door Israël, heen, er is een herstel gekomen. Jezus is gekomen om uiteindelijk alle ziekten, alle kwalen, alle problemen op te lossen, weg te wassen. en weer terug te brengen naar de oorspronkelijke staat, zoals het is bedoeld. En dat is, hoe het, dat is waarom dat Handelingen vol staat. Er wordt ook heel vaak opgeworpen, dat van ja, maar ja, als je dan kijkt hè, naar, de, naar de brieven van Paulus, als we daar dan, dan moeten we toch concluderen dat het daar helemaal niet over genezing, staat. over genezing gaat. Oh nee? Hoe bedoel je, als de Bijbel praat over dat de bedieningen... De vijfvoudige bediening moet de gemeente de bedieningen toerusten. om hetzelfde werk te doen wat Jezus heeft gedaan. Wat was het werk van Jezus? Zieken genezen, demonen uitdrijven, doden opwekken. andere mensen die problemen hadden, hoop geven. en verder weer opbouwen en versterken. Dat was de opdracht. Vervolgens. Dan heb je nog de gaven van de geest 1 Korinthe 12 waar mensen kunnen functioneren door de gaven van de geest waar andere mensen andere broeders kunnen bedienen met de gaven van God. En uiteindelijk als we naar buiten gaan dat we mensen kunnen bedienen door de gaven van God. Daarnaast is er in de gemeente 1 Korinthe 12 vers 28 waar daar wordt gesproken over het feit dat daar een bediening in de gemeente moet zijn waarin gewoon genezing plaatsvindt voor alle broers en zusters. Dan wordt er geschreven in Jacobus. waar ook nog wordt geschreven in Jacobus 5 als er dan nog zieken zijn, dan mag je nog naar de oudste gaan om je te laten zalven, zodat het gelovige gebed de zieke zal oprichten. Dus hoe bedoelen we? Er is genezing in het in de brieven van Paulus. Er is gewoon, het was gewoon heel simpel in het lichaam van Christus. dat er zoveel beschikbare kanalen waren. waardoor mensen konden ontvangen vanuit de erfenis van God. En daarnaast was het zo, is dat de opdracht was. lees, lees je Bijbel in Romeinen. Daar gaat het allemaal over het geloof. De rechtvaardige zal leven door het geloof. Alles wat wij in geloof. dan ontvangen we vergeving. Ontvangen we al die andere mooie dingen vanuit. Van, vanuit, de, vanuit de. vanuit de goedheid van God. En we ontvangen het door het geloof. En uiteindelijk. ontvangen we dus ook onze genezing vanuit de erfenis. We ontvangen onze vergeving. maar ook onze genezing ontvangen we daaruit. Dus, als we goed kijken naar het woord van God. Dan zien we dat eigenlijk vanaf Genesis 3 God bezig is om zijn volk, allereerst in de woestijn, zonder dat zij ziek werden, gingen zij voort, zonder dat er het schoeisel euh, euh, dat het niet ja dat het niet versleet, maar dat ze gewoon vol, vol een volk van 2 miljoen mensen in de woestijn, niet ziek, niks, gewoon volledig beschermd. Door de kracht van God. Het was de wil van God vanaf Genesis 3 tot openbaring, totdat Jezus volkomen terugkomt en de hele aarde zal herstellen. Tot die tijd er is de bedoeling dat genezing ons deel zal zijn, dat het een erfdeel is aan ons gegeven. Het is belangrijk om te beseffen en dat we dat gaan pakken. En het is eigenlijk heel bijzonder dat heel veel mensen het gewoon nog moeilijk vinden. Ik snap best dat ze het, dat, we, dat heel veel leiders excuses zoeken om het nog van zich af te werpen. Dat ze het gewoon weg aan de kant schuiven. Waarom? Het staat in het woord van God. En we hebben de ervaringen van mensen en de moeilijkheden van mensen en de, en de struggles van mensen hebben we boven het woord van God gezet. We hebben, de, we hebben de ervaringen en de, en de gevoelens van mensen boven het Woord van God geplaatst. Dat kan niet de bedoeling zijn als we kijken naar het hart van God. We kunnen nooit voorbij het Woord gaan. Het kan niet. En persoonlijk heb ik zelf ook die dynamiek meegemaakt. Dus ik weet wat het is. Ik weet wat het is als het gaat over ten eerste in mijn eigen lichaam, de worsteling die je kunt hebben met ziekte. Dus dat is ook het probleem niet. Um, de andere kant is, ik ben zelf zes jaar volganger geweest... ...dus ik kende mensen met problemen, met ziekte, met mentale problemen... ...met allerlei omstandigheden die hun leven kunnen beheersen. En daarin is het belangrijk dat we... ...dat wat ik gemerkt heb is dat mensen ten diepste gewoon niet weten wat hun erfdeel is. Dus het probleem is niet zozeer hun ziekte... Of hun emoties die eraan gekoppeld zitten, die heel legitiem is. Want dat snap ik. Want mensen gaan soms door echt hele heftige dingen mee. Dat kun je ook niet aan de kant schuiven. Daar kun je ook niet achterloos een oordeel over geven. Van joh, oh, daar zou je wel niet geloven. Nee, want als je elke dag met die mensen moet omgaan. Dan zie je de strijd, de worsteling, de zoektocht naar, naar herstel. Dus daarom is het belangrijk dat wij leren om mensen stap voor stap... De waarheid te openbaren en ze te helpen om in die openbaring te stappen. En niet dat we ze veroordelen of dat we zeggen: Oh ja, ja, we moeten zorgen dat we ze niet teleurgesteld raken. Dus we plaatsen onze emoties boven het woord van God, zodat we het hele woord van God moeten aanpassen. En vervolgens, ja, dan zeggen we: Ja, ja, hè, ja misschien heeft God wel een les voor je. Dat is makkelijk, want je loopt weg, alleen hij blijft liggen met ziekte. Weet je, het gaat erom dat wij een bewogenheid krijgen voor deze mensen. En dat we er alles aan moeten doen om het waarheid, om het woord van God te ontdekken. En dat ons woord van God altijd het uitgangspunt is, de wil van God is om mensen en zieken te genezen. En mensen te helpen om uiteindelijk te komen tot het punt dat ze volledige gezondheid, dat hun erfdeel, daadwerkelijk hun gezondheid weer hun deel zal zijn. In de machtige naam van Jezus Christus. Dus daarin wil ik je meenemen in een aantal hele belangrijke sleutels vandaag, vanavond. En ik, ga, ik wil je daarin gewoon helpen. Um, zeker ook door mijn eigen proces heen, wat ik heb zelf heb meegemaakt en waar ik de overwinningen heb behaald. En um, gewoon de principes die daarin zitten. En ik heb zeven sleutels die je zullen helpen om, om, het te, om het om te draaien in je leven, om het te gaan pakken, om het te gaan, om het te gaan eigen maken in je leven. Want dat is vaak wat ik zie. Het is niet de onwil. Het is de onmacht. Is dat mensen gewoon puur niet weten. Sommige mensen zitten veertig jaar in de kerk en ze hebben preken gehoord. Ze hebben van alles gedaan. Ze hebben, ze hebben geschreeuwd. Ze hebben het uitgeroepen. Ze hebben alles gedaan om het te ontvangen. En toch hebben ze het niet ontvangen. En wat ik gezien heb, is dat het heel veel te maken heeft met dat ze gewoon niet weten welke stappen ze moeten zetten. En dat het iets is wat plotseling zomaar tot je komt. Ik wil je laten zien. Uh, ook door mijn worstelingen heen. Dat je... Die zeven sleutels. Dus... Uh, let's go. Zeven sleutels. In 2019... Ik ga kort het kort delen. In 2019 ontdekte ik dat ik ernstig faal had. En... Dat betekende dat mijn nieren nog maar voor 3% werkten. Dus uh, ik zat al zover. Ik was uh, behoorlijk lang doorgegaan. Ik was al 24 kilo afgevallen. Ik had zware hoofdpijn. En uiteindelijk kwam ik in het ziekenhuis en ontdekte ze een ernstig nierfalen. En ik was al zover dat ik eigenlijk. Mijn lichaam was al aan het vergiftigen. Uh, waardoor ik eigenlijk bloedvergiftiging had. En ja, ik zomaar. Uh, ja, de heftigste dingen gebeurden ook. En uiteindelijk werd ik opgenomen. En moest ik dialyse en dat was een heel zwaar proces. En ik ging jaren naar de kerk, maar ik begreep niet, ik snapte niet waarom dat ik daar lag. Ik wilde genezen worden. Um, en in 2021 heb ik, een, even grote stappen, heb ik een niertransplantatie gekregen. En dat is ook een wonderbaarlijk verhaal. Um, maar daarna, nadat ik die transportatie had gehad, dan hoop je natuurlijk, oh dan gaat het allemaal beter. Maar ik kwam eigenlijk heel vaak in het ziekenhuis terecht. Want als je niet transportatie krijgt, krijg je medicatie, die leggen heel je immuunsysteem plat. En daardoor uh, ja, word je eigenlijk ben je, sta je helemaal open voor allerlei virussen die binnenkomen. En die virussen die hebben, uh, ja, die, uh, die, uh, die zorgen ervoor dat je, dat je koorts krijgt en dat soort dingen. En dan moet je direct naar het ziekenhuis, word je opgenomen, krijg je allerlei uh, medicatie. En elke keer kwam dat maar weer terug. En in december 2021, toen was weer zo'n moment, ineens kreeg ik heftige koorts. En ik had eigenlijk iets heel belangrijks te doen dat weekend. En ik baalde enorm. Het was op een vrijdag en ik was zo ziek. En ik dacht, hoe kan het nou? En ik was zo gefrustreerd en ik huilde. En ik, ik was echt gewoon, ik baalde echt. En op een gegeven moment, ik lag in het ziekenhuis en toen belde mij iemand en die zei, hey, ik zei, joh, sorry, ik kan er echt niks aan doen. Ik zou op die afspraak zijn, maar dat lukt me niet. En uh, ja, ja, ik, ben, uh, ja ik, ik, ik kan hier gewoon echt niks aan doen. En toen zei hij, je kan er wel wat aan doen. En ik schrok daarvan. Je kan er wel wat aan doen. Jij staat toe dat ziekte jouw leven binnenkomt. En toen schrok ik en allerlei dingen schoten in mijn hoofd. Ja, maar weet je niet dat? En uh, ik ben toch ziek en hallo, uh, ik heb een niet en ik uh, slik medicijnen. Uh, je je, je, je snapt het wel. En er kwam allerlei weerstand kwam in mij op. En terwijl ik daar lag, ineens besefte ik mij, hé, hey, het wordt tijd dat ik ga aanpakken. Het wordt tijd dat ik, dat ik ga ontdekken wat die poorten zijn. En ik begon het woord van God te bestuderen. En ik begon bijbelteksten over gezondheid. Ik begon bijbelteksten op te zoeken over de wil van God. Ik begon... <coughs> Psalm 91... <coughs> Psalm 91... Uh, kwam in mijn hart en ik begon daar openbaring over te krijgen. En eigenlijk ben ik vanaf dat moment, vanaf december 2021, ben ik gewoon niet meer ziek geweest. Ik ben niet meer ziek geweest omdat daar iets is gebeurd in mijn leven. Er is iets veranderd. Er is een mindset veranderd in mijn geest. Waardoor ik niet meer ziek ben. Waardoor ik ook niet meer ziek word. En waar ik geloof dat ik elke keer weer. Ziekte van me af zou breken. En waardoor ik altijd in gezondheid. In het, in, het, in het erfdeel wat voor mij is bestemd. dat ik daarin mag wandelen. en dat is gezondheid voor mijn leven. is dat ik opga en niet meer naar beneden ga. Dat ik overwinning heb en niet meer het verlies. in de naam van Jezus. En dat zijn echt. dat is een heel mooi, krachtig proces geweest. En een van de dingen. de eerste ding wat voor mij heel belangrijk is geweest. is dat ik. In het ziek zijn, wat ik heel heftig heb gehad. Dus het is niet zo dat ik één keer een keer ziek ben geweest, maar het was gewoon constant. Ik kon soms nog ineens de trap oplopen, zo moe was ik. Ik kon soms nog ineens uh, uh, op de bank zitten met mensen om me heen, want toen begon ik helemaal te shaken. Dat kon ik allemaal niet, omdat het gewoon te heftig was. Dus het was soms best heftig. Maar in die periode heb ik één ding geleerd: is dat je de juiste visie moet hebben op je ziekte. En dat is waar het al heel veel misgaat. Heel veel mensen zijn heel erg gefocust op hun ziekte, op wat ze hebben. En ik las Hebreeën 12 vers 2 en daar staat dit. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en de voleinde van het geloof, heeft Hij, hij, hij heeft om de vreugde die die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dus hij had de vreugde die voor hem lag. Hij zag verder dan de omstandigheden. Hij keek er dwars overheen en dat is wat een blijdschap gaf. Weet je, dat is wat je moet leren. Het moment dat je genezing jouw focus wordt, dan loop je tegen een muur van teleurstelling aan. Wat je moet doen is je leven richten op Jezus. Je leven richten op Hem. Zodat je visie op ziekte verandert. Weet je, juist in die tijd heb ik juist geleerd dat het gewicht door het lijden heen, het gewicht van de heerlijkheid van God, wordt sterker op jou. Dus ik ga me niet richten op de ziekte. Ik ga mij richten op het meer kennen van Hem. Als ik me bezighoud met het meer kennen van Hem, bouw ik aan een krachtig leven, bouw ik aan een krachtig fundament. En wat ik daarnaast heb geleerd, is om gewoon te blijven gehoorzamen met de energie die ik had om andere mensen te dienen en te bedienen. In die tijd, in de energie die ik had. Die gebruikte ik om andere zieken te genezen. Om demonen uit te drijven. Om het woord te prediken. Het is een, geeft je zo'n andere focus in je leven. Als dat je constant maar gaat kijken. Oké, okay, hoe kan ik nu genezen? Hoe, alsjeblieft. Heer, wilt u alsjeblieft dat ik genezen word? Nu genezing, nu genezing. Je wordt helemaal knettergek. Dus wat je moet doen is dat je zorgt dat je gewoon zegt. Oké, okay, dank u wel, Heer. Oké, okay, ik ben hier nu. Ik sta hier nu maar ik houd mijn blik op Jezus. Ik ga vooruit, ik ga niet meer achteruit. Ik pak het, elke dag pak ik een stukje. Vandaag, oké, okay, ik had vandaag een uur. Morgen heb ik twee uur. Dank u wel. En in die twee uur zal ik u verheerlijken, zal ik mijn tijd en mijn, en mijn energie aan mijn gezin geven. En mijn visie veranderde naar een genezing. Ik ging ook niet meer naar genezingsdiensten en al die dingen. Ik geloof wel in genezingsdiensten, maar ik wist gewoon, dit is mijn geloof. Dit is wat ik moet doen. Dit is de stappen die ik moet zetten. Ik heb een andere focus gehad. En al ging ik naar een genezingsdienst, was ik niet gericht op de genezing zelf. Maar ik was gericht om dieper te komen in het woord van God. Ik wilde gewoon mensen zien genezen, zodat mijn geloof werd opgebouwd. Dat geeft je een andere focus in je leven. Dan ben je niet langer meer slachtoffer van jouw ziekte. Is ziekte niet langer jouw identiteit. Maar is er een andere blik gekomen op jouw leven. Dus terwijl dat je dat draagt... Is het zo dat je een andere visie hebt? En blijf je doorrennen. Blijf je doorlopen. Blijf je vooruitlopen. Zodat je dieper, dieper, dieper in de aanwezigheid van God begint te komen. Dus weet je, mensen raken soms heel erg in paniek. of raken hun focus alleen nog maar op dat. Haal je focus ervan af. Zeg gewoon: oké, okay, vanaf nu. Ik maak een keuze. Ik maak een keuze. Um, om onze focus op een andere manier neer te zetten. Dus. Wij hebben op een gegeven moment gezegd, samen met mijn vrouw, hebben gezegd, oké, okay, we kunnen nu heel erg gespannen zijn over alles wat er gebeurt en we kunnen ons nu ernstige zorgen maken over de toekomst. Maar wij kiezen ervoor, we zullen krachtiger zijn dan voordat ik ziek was. We zullen gezonder zijn dan, ik zal alleen maar gezonder zijn hierna, als het voorbij is. En daarna zullen we meer mensen vertellen over het Evangelie, we zullen demonen uitdrijven. Beetje, en dan krijg je een hele andere focus. Dan valt het gewoon van je af en dan heb je de juiste thread. En dat is ook goed voor je relatie, dat is goed voor je omgeving. En dan communiceer je niet constant over je ziekte, maar je communiceert over Jezus. Ik wil Jezus dieper leren kennen. Ik wil Hem volgen. Ik zal doen wat Hij mij vraagt. Ik zal gaan waar ik ga. Met alles wat ik heb, met alles wat ik ben, ik doe het. Maar ik weiger. Om ziekte mijn identiteit te laten zijn. Het is niet van mij. Het is niet mijn ziekte. Ik ga de duivel niet omarmen. Dat is ook wat mensen tegen mij zeiden. Ja, dan moet je het omarmen. Omarmen? Wat moet ik omarmen? Ik ga nooit met de duivel knuffelen. Ga ik niet doen. Dat doe ik niet. Het is niet mijn ding. Het is niet mijn zaak. Het is Jezus Christus. Die is, die is die, wie ik wil knuffelen. Hem wil ik kennen. Hem wil ik de diepte van zijn hart horen. En daar wil ik me op focussen. Daar wil ik me op richten. En dan komt er die vreugde van binnenuit. Want dan komt er een bron in jou. En dat gaat je vreugde geven. Het gaat je losmaken al van de ziekte. Terwijl dat je misschien nog symptomen ervaart. Maar dat gaat je losmaken. Het gaat je blij maken. Weet je, ik heb zoveel mensen gehoord die mij in het ziekenhuis kwamen. Die gingen blij weg. Halleluja. Ze dachten, ze komen heel gewichtig binnen, weet je wel, oh wat erg voor je. Maar ze gingen er blij uit, vol van de geest en vol van kracht. En ze dachten, wauw, we moeten in geloof staan. Juist, halleluja. Dat is wat je moet doen. Dat is, het, dat is, dat is wat je mag pakken. Dat is wat je mag in gaan staan. En dan leer je om op een hele andere manier te kijken. Dan kijk je niet naar genezingsbedieningen van, oh die wordt wel genezen en die niet. Nou ben ik teleurgesteld. Hoeft niet. Hoeft niet. Waarom? Jouw focus is op Jezus. Hij is, Hij heeft jouw erfdeel gegeven. Dus dat is de focus. En dat geeft mij vreugde en blijdschap. Dat geeft mij hoop. Dat zet mij erbovenop. Halleluja. Dan hoef je niet meer te klappen voor je ziekte. hoeven we niet meer op te staan en mensen het kippenvel te geven en dat soort dingen. Dan kun je gewoon lekker, kun je gewoon op Jezus richten. Halleluja. Dank u, Jezus. Dit is het gewoon. Dit is het. Dus als je dat hebt, als je hier tegenaan loopt. Als je al langer met dit soort dingen loopt, zorg dat je ontkoppeld raakt van je ziekte. Want dat is niet meer jouw deel. Dus, één is, heb de juiste visie en leer God gewoon te gehoorzamen. in de tijd die je hebt. En je krijgt een andere focus. Het tweede is, is dat. een van de dingen wat je moet creëren is dat je vaste grond krijgt. Een van de dingen die jouw vaste grond geeft is het woord van God. Mijn gevoelens. Mijn lichaam, mijn hoofd, mijn denken zijn niet de vaste grond. Dus ik heb geleerd, of wij samen hebben geleerd, om eigenlijk al onze pijn, al onze dingen die we hebben meegemaakt, want je gaat door processen heen, mensen zijn nu door processen aan het heen gaan, misschien zit jij te kijken, je herkent het. Al die gevoelens en die pijn heb ik neergelegd, heb ik mijn tranen vielen soms op het boek. Weet je, maar het woord bleef mijn vaste grond. Gewoon dit woord. Simpelweg. Oké, okay, dank u Heer. Vernieuwde kracht. Ik zal opstaan. Mijn jeugd zal zich vernieuwen als een adelaar. Prijs de Heer. Dat is het woord. Ik sta op en ik ga doen. Dat is het woord van God. En dat is wat me uiteindelijk krachtig maakte. Dus wat er ook gebeurde, of hoe mijn dag er ook uitzag, het woord van God bleef altijd. Mijn hoogste autoriteit. En doordat het woord van God dat bleef... groeide mijn passie voor God. Groeide mijn passie, mijn honger voor het woord. En daardoor kon ik altijd um, terugvallen op het woord van God. En dat uh, woord van God veranderde mij. Dus wat ik letterlijk deed... is dat ik, soms elk, dat ik soms ochtenden had... dat ik gewoon het woord van God op mijn hoofd lag... en zei, het woord van God... Verandert mijn leven. Het woord is zo krachtig. Het is als een tweesnijdig zwaard. Het is krachtig om mijn lichaam volledig te herstellen. Het is uw woord die de hoogste autoriteit heeft. Die heeft het laatste woord over alles in mijn lichaam. In Jezus naam. En soms hè, dan had ik maar voor een uur energie op een dag. Maar als ik dan in het woord was geweest, boem! De kracht van God kwam. En dan deed ik hele de dag allerlei dingen. En, en weet je, dat is, dat is gewoon. Het woord geeft vitaliteit. Het maakt gezond. In Spreuken 4 geeft het aan dat het is een medicijn voor het lichaam. Het is zo belangrijk om het tot je te nemen. En we weten het. We weten het. Iedereen weet het in zijn bol. Maar dit woord moet zakken in je hart. Er is een belangrijk iets dat je het plaatst boven jouw leven. Boven jouw situatie. Boven jouw, boven jouw ongeloof soms. Is dat je zegt, ondanks dat ik het even niet begrijp. Boem. Je plaatst het Woord van God op je. Het is als een tent boven mij. Ik rust in het Woord. Ik ben in het Woord. En ik blijf in het Woord. En dat is de, de koers. Dat is de, de weg die ik ga. Dat is de weg die ik wandel. En het geeft je vaste grond. Het geeft je sterke grond. Ondanks dat je situatie iets anders schreeuwt. Halleluja. En het Woord zal je veranderen. Het zal je vernieuwen. Het zal je volledig in de vrijheid zetten. In de machtige naam van Jezus Christus. Dank u Jezus. Dus het woord van God. Dus allereerst, je hebt visie nodig, duidelijke visie, de juiste focus. Uiteindelijk is het het woord van God. En het tweede wat ik of het derde wat ik heel vaak gedaan had, is dat ik mezelf marineer in het werk van de Heilige Geest. Daar heb ik het een paar weken geleden over gehad. Marineer jezelf in het werk van de Heilige Geest, de aanwezigheid van de Geest in jou. Ik was me zo bewust dat de tegenwoordigheid van God woont in mij, is rondom mij heen, is overal. Psalm 139 bevestigt dat ook. Maar dat je je daarin marineert. Dus het is niet alleen maar het Woord. Want de letter kan doden. Of je nou, of je nou geloofsboodschappen luistert of wat dan ook. Maar uiteindelijk is het zo dat je gemarineerd moet worden. Maar de geest maakt levend. Dus je hebt nodig dat je regelmatig in de aanwezigheid van God bent. Dat je diep, diep geworteld bent. Die boom moet geplant zijn in die stromen van levend water. Als dat zo is, dan marineer jezelf. Je wordt als het ware helemaal één met dat woord. Het, moet, het, het is niet alleen maar iets, het kan zomaar op je hart wegkaatsen. Lees, lees Matthäus 13 waar je verschillende gronden hebt. Maar creëer je goede grond door jezelf te laten marineren in dat woord. Dat is heerlijk. Ik hou van marinade. En uh, dan smaakt die kip gewoon beter. Dus weet je wel, en het is niet zo dat je dan, weet je wel, dan, dan zet je het, denk je, even een kwartiertje, even snel nog marineren. Dat werkt eigenlijk niet. Je moet het gewoon soms een hele middag laten marineren. Dan is het helemaal doordrengd. Weet je, dat is ook zo met de geest van God. Als je je laat marineren, dan al die teksten, al die dingen die je met bezig bent, als het gaat over genezing, als het dan gaat over de wil van God en het wordt gemarineerd in jou, wauw, dan, dan begint het gewoon uit te stralen. Dan begin je gewoon gezondheid uit te stralen. Halleluja. Dat, dat komt omdat wat, die, die geest van God die bewerkt dat in jou. Het is de kracht, de levensstroom. De Bijbel zegt wat ik vorige keer al zei. Overal waar die stroom kwam, kwam leven. Het veranderde. Het veranderde. Dus het woord en de geest samen, het verandert je. Het boem, het draait, het keert dingen om in je leven. Dus dat is zo belangrijk. Het heeft alles te maken met intimiteit met God. Kijk, heel veel dingen hebben gewoon te maken met een simpele persoonlijke relatie met God. Ik ontdek steeds meer dat zoveel mensen eigenlijk moeite hebben met deze dingen. Om gewoon intimiteit te hebben met de Heilige Geest. Het verbaast me soms. En dan denk ik, ja, we zitten al zo lang in de kerk, maar in hoeverre? Wat ik net al zei, je hoort allemaal preekjes, maar wordt het echt hier? En dat is gelijk mijn vierde punt. Dus het derde punt is marineren in de geest. En het vierde punt is, is dat je openbaring krijgt over je erfenis. Eigenlijk is, is, is openbaring van het woord van God, is eigenlijk door de intimiteit met Jezus. Dus de marinade en het woord van God wat... Door herkauwen gebeurt. Dus bijvoorbeeld, hè, die sleutels staan ook in spreuken 4. Als het gaat over het woord van 20 tot 23, dan staat er: sla 8, neig je oor, houd het steeds voor ogen, bewaar ze in het diepste van je hart. Bewaar ze in het diepste van je hart. En ze zijn een medicijn voor het gehele lichaam. Het zal je gezond maken. Het zal je heel maken. Maar alleen de letter dood, dus de geest maakt leven. Dus dat is hetgene wat samen moet komen. Wat zorgt voor openbaring in je leven. En als je openbaring hebt in je leven, heb je autoriteit. Heb je volledige autoriteit in Christus. Want dan heb je grip. Dan krijg je de boem. Dan ge heb je slagkracht. Heb je slagkracht in de geest. Let op wat er gebeurt. In Matthäus 16. We gaan naar Matthäus 16. Matthäus 16. Ik zoek hem zelf ook even op. Matthäus 16. En daar staat. Even kijken, ja. Vanaf vers 14, of vanaf vers 16, dus Matthäus 16, vanaf vers 16. En dan zaten Simon Petrus antwoorden en zei, u bent de Christus, de zoon van de levende God. En Jezus antwoordde, en Jezus antwoordde en hij zei tegen hem, zalig bent u... Simon Bariona, want vlees en bloed hebben u dat niet geopenbaard, maar mijn vader die in de hemel is. En ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. Halleluja. Dus waar ik mee begon, Jezus heeft de werken van de duivel verbroken. Alle die overweldigd waren door ziekte, heeft hij bevrijd en genas hen. Dus wat gebeurt er hier? Hij zegt tegen Petrus, als jij openbaring hebt dat Jezus Christus de zoon van God is, dat hij de erfenis heeft achtergelaten voor alle gelovigen in Christus Jezus, wat hij aan het kruis heeft volbracht, dan heb jij een openbaring. En deze openbaring zal ervoor zorgen dat de poorten van de hel jou niet zullen overweldigen in Jezus naam. En toen ik dit begreep, toen pakte ik het in mijn geest. Toen snapte ik het. De sleutel naar genezing. De sleutel om genezing in je leven te pakken. De, de, de sleutel om gezondheid jouw deel te laten zijn. Is openbaring over het woord van God in je leven. Als je geen openbaring hebt, zijn het toverspreuken. Pak je het woord. Zoek je een Bijbeltekst over genezing. Je proclameert hem uit. En je doet en je rent en je doet. Ja, dat woord zegt toch. Als we op zieke handen leggen, dan zullen we genezen. Dat klopt. Maar dit, hier, wat hier staat, is het allerbelangrijkste sleutel. Het gaat over openbaring in je hart, in je geest. En dat kan alleen maar als je intimiteit hebt met God. Als je Jezus kent van top tot teen, vanaf zijn kruin tot aan zijn tenen. Dat je weet, dat je weet, dat je weet waarvoor hij gekomen is naar deze aarde. Weet je, toen ik ineens Psalm 91 las, Psalm 91 is van mij de sleutel geweest. Ik wil hem ook gewoon aan je voorlezen. En, en daar wil ik gewoon dingen even uithalen. Psalm 91. Dus die openbaring geeft je. geeft je autoriteit. Voordat ik daar naartoe ga, het is eigenlijk hetzelfde. Weet je, mensen zeggen dan ja, maar dan ben je toch aan het verdienen. Want dan moet je het woord lezen. Dan moet je intimiteit hebben. Dan ben je toch genezing of gezondheid aan het verdienen. Nou, het is allemaal genade. Um, en dat is, dat is, het is allemaal genade. Maar als je geen openbaring hebt over genade, dat is hetzelfde. Als je twijfel hebt in je hart over je vergeving, weet je, dan heb je ook geen openbaring over de genade. Dus je hebt openbaring nodig. Um, dat God je liefhebt. En dan zie je pas dat vaak rust komt in het leven van mensen. En dat ze de vergeving wel kunnen ontvangen. En dat ze niet meer allemaal in hun hoofd zitten met allerlei zonden die ze nog in het verleden hebben gedaan. En zal God me wel bevrijd hebben. Maar als jij één keer een openbaring hebt over genade. dan ben je binnengegaan in de rust van God. Dan ben je binnengegaan. Dat is hetzelfde met genezing. Weet je, je hoeft niet voor je genezing te werken, proclameren, maar je bent vanuit een positie van rust gekomen. Je weet dat je weet dat je weet vanuit je binnenste. Oh. Dit is zo heerlijk. Ik heb autoriteit over elke ziekte, over elke demon. Ik laat niet meer zomaar dat ze mijn televisie oppakken, dat ze mijn huis binnenkomen, mijn televisie oppakken en weglopen. Nee, niks ervan. Dit is mijn huis. Hier heb ik voor betaald. Dat is voor mij betaald. Weg ermee, ga mijn huis uit en laat mijn televisie staan. Weg ermee, ik, ik stop dit. Ik stop deze ziekte. Ga weg van mij. Dan ben je niet aan het werken. Dat is vanuit de openbaring. Want je weet, het behoort bij niet toe. En dat is waarom dat het zo belangrijk is. Als je kijkt naar Psalm 91, moet je kijken wat er staat. En daar staat dit. Wie in de beschutting, vanaf vers 1. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont. En overnacht in de schaduw van de ontzagwekkende. Zeg tegen de Heer, mijn toevlucht. Mijn burg. Of ja, mijn vesting. Mijn God. Op u vertrouw ik. Ja, mijn burg. Weet je, als jij in een burcht zit, vraag het aan iemand die in het leger zit. Als je in een burcht zit, komen er nooit geen kogels binnen. Er komen geen kogels binnen. Je bent, je bent, je bent, er staat een dikke muur om je heen. Je bent in de burcht van God. En Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Halleluja. Hij bevrijdt je van alle corona. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder wie zijn wieken vind je toevlucht? Zijn trouw is een schild en een panzer. Halleluja. En de zes, het schild van geloof dat de pijlen van de duivel doet, doet afketsen. Hier staat het al: een schild en een panzer. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl die overdag op je afvliegt. Nog pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er duizend aan je linkerzijde en tienduizend aan je rechterzijde. Jou zal niets overkomen. Of jou zal onheil niet treffen. Open je ogen. Oftewel, ontvang openbaring. En zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. En op een gegeven moment is dat mijn hart binnengezakt. Zijn engelen geeft hij opdracht om over je te waken waar je ook over gaat. Op hun handen zullen zij je dragen. Je zult je voet niet stoten aan een steen. Leeuw en alder zul je vertrappen. Roofdier en slang zul je vermochselen. Ik zal bevrijden wie liefhebben en bescherm... Wie mijn naam vertrouwd is, wie mij aanroept, geef ik antwoord. In de nood zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen. Hem overladen van overvloed van dagen geven. Ik zal zijn redding zijn. Wauw, wat een power, wat een powertekst. Weet je, ik snap dan niet waarom dat mensen dit niet kunnen ontvangen. Waarom dat mensen dit afketsen. Hier staat het letterlijk. Het is het hele. Dat is niet de wil van God dat er onheil over jouw leven zal komen. Dat was al in het Oude Testament. Moet je nagaan. Toen Christus aan het kruis is gestorven. Toen zijn lichaam is afgetuigd. Zodat jij volledige genezing, zijn streamen, is jou tot genezing geworden. En toen ik dat begon te pakken, die openbaring, had ik autoriteit. En elke keer, want dat was zo. Het is niet zo dat ik constant maar, dat ik dan geen ziekte meer op me afkreeg. Dan werd ik aangevallen in mijn lichaam en dan kwam die autoriteit in mijn geest en dan zei ik, onheil zal mijn tent niet treffen. Wat er ook zou gebeuren, deze plaag gaat mijn tent niet naderen. Het zal van mij afvallen. Hij is mijn redder, hij is mijn bevrijder. Bij hem schuil ik, ik ben in die burcht en hoppakee, boom, ziekte breekt van je af in de naam van Jezus. Halleluja, dit is de kracht van het Woord van God. Dit is de kracht van openbaring in je geest. Dit is hoe ziekte wordt gebroken over jouw leven in Jezus' naam. Want het Woord van God heeft het laatste woord. Het is sterk en krachtig om iets in beweging te zetten. Om je los te breken van ziekte. Om je uit de, uit de, vogel, uit de strik van de vogelvanger te vangen en je te redden en je te bevrijden. Dit is het Woord van God voor jou vandaag. En ik hoop dat je nu zit te luisteren. En dat de ziekte, als je op dit moment met ziekte zit, dat het van je af zal breken door het geweldige Woord van God. En op dat moment. Is het gewoon zo dat je niet meer hoeft te vechten voor je genezing en het te proberen te verdienen voor geloof? Want geloof is in je geest genaderd. Doordat je gewoon het woord tot je neemt. Je gemarineerd bent en openbaring ontvangt uit je binnenste. En je bent gekomen vanuit de rust van God. Vanuit het geloof. Vanuit het diepe geloof. Van het woord van God. Nog ineens eens je eigen geloof. Het is het geloof van God. In jou, die bergen zal verzetten in de naam van Jezus. Geen proclamatiekamer, door de kamer heen rennen en dan weer struikelen over je stofzuigerslang. Het is heel simpel, je gaat terug naar de openbaring van het woord. Als je geen openbaring hebt, kun je proclamatiekaart tot proclamatiekaart af, 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 uh, afvinken. Maar je zal het niet ontvangen, waarom niet? Omdat openbaring is de sleutel waardoor de duivel... Zoals er niks zo gebroken zal worden. Geen geestelijke strijd, geen gebedskettingen die nodig meer zijn. Al alsjeblieft, zet een gebedsketting voor hem op. Waarom? Het gaat om het geloof van de persoon. Het gaat om de openbaring vanuit je binnenste. Geen bitstonden voor genezing, want het gaat niet werken. Pas lag ik ineens in een zieke auto met gillende sirenes. En het moment dat ik weet dat ik, dat ik op dat moment werd losgebroken van de pijn in mijn hart. Ik had, ik had problemen met mijn hart en het leek erop dat ik een hartinfarct kreeg. En ik lag in het ziekenauto en ik was helemaal. Ik was even helemaal overweldigd En ik lag in de ziekenwagen en ik pakte mezelf terug. En ik zei, en ik zei tegen mezelf: ik zal, ik zal vanmiddag weer naar huis gaan en ze zullen ontdekken dat er niets aan de hand is. En wat denk je? Kwart over drie smiddags, ze kwamen naar me toe. Meneer Van Eck, we kunnen niets vinden, u kunt naar huis. Halleluja, prijs de Heer. Waarom? Je pakt het terug op de openbaring. Je grijpt het terug. Natuurlijk, in onze emoties zijn we soms overweldigd. Maar het woord van God en de marinatie vanuit de geest van God en de openbaring die je hebt ontvangen door het woord geeft je slagkracht en autoriteit. En daardoor zullen dingen uit je leven verdwijnen. Niet, je zult aangevallen worden. Maar je hebt de sleutels tot overwinning. Je hebt de sleutels in je handen gekregen door Jezus Christus zelf. De sleutels van het Koninkrijk van God. Dit is een ander Koninkrijk. Dit is het Koninkrijk van Jezus. En zijn gerechtigheid en zijn goedheid en zijn liefde en zijn bewogenheid en zijn vaderliefde voor ons. Halleluja. Halleluja. Dit is wat we moeten doen. Openbaring. Dat we. Hè, in in, in, uh, in, in Efeze staat ook dat we moeten bidden voor de verlichting. De, dat dat de ogen van ons hart geopend zullen worden. En dat is uiteindelijk wat mensen verandert. En weet je wat je dan gaat krijgen? Dan ga je dus. En dat is nummer vijf. Dus vier is openbaring, vijf is. Dan ga je spreken vanuit die slagkracht. Dan begin je te spreken vanuit je geloof. Dan begin je te spreken vanuit die openbaring. En dan zul je zien dat je zal leven. Je zal opstaan. Je zal, het zal wijken uit je lichaam. De griepen laat los in Jezus naam. Want daar begint, daar, begint het, daar begint het. Dan begin je te spreken vanuit die dingen. En het zal niet meer stand houden in jouw lichaam. En dat is de kracht van het spreken vanuit openbaring, vanuit een rust, wat ik net al deelde. En um, dat je beseft, hé, hey, als ze iets van mij proberen te stelen, dan heb ik de autoriteit om te zeggen, duivel, ga aan de kant, ik ga jou niet omarmen, ik stuur jou weg in de naam van Jezus. Want de Bijbel zegt, onheil zal mijn tent niet treffen. Ik ben een kind van de Allerhoogste, ik ben een geliefde van de. Weet je, en dat is ook wat in die tekst staat. Heel veel mensen zijn gericht dan op... Ja, maar ja, uh, dat kun je toch niet zeggen? Dat, dan, uh, dat ik dan uh, altijd maar gezond blijf en, mijn, en, en mensen om me heen die worden toch ziek? We leven toch gewoon in een gebroken wereld? Ja, we leven in een gebroken wereld, maar we hebben een nieuw koninkrijk. Het koninkrijk van God is in jou en werkt door jou heen. Dus dat betekent dat het het andere koninkrijk, de koninkrijk van de duisternis, gewoon wegjaagt. Dus... Ook al vallen er 10.000 aan je linkerzijde, 10.000 aan je rechterzijde, dat klopt. Want zij zijn nog onderworpen en zij geloven dat ze onderworpen zijn aan de machten van deze wereld en aan de overheden van deze wereld. Maar wij geloven dat niet. Wij leven in een ander koninkrijk en daarom zegt de Bijbel ga je geheel anders. En daarom moet je ook niet richten op mensen om je heen. Uiteindelijk gaan ze zich richten op jou. Omdat ze zien: hé, hey, wat heb jij? Waarom heb ik dat niet? Dat heb ik zo vaak gehoord. Jij bent ziek en ik, die mensen die zaten te klagen bij mijn ziekenbed. En die zaten te klagen over de moeilijkheden en de pijntjes. En ik hielp ze. Waarom? Omdat je openbaring hebt. En dan maak je het niet meer uit of de 10.000 of de 20.000 ook ziek worden. Daar gaat het niet om. Ik blijf heel in Jezus naam. Waarom? Het is voor de kinderen van God bestemd. Alle die Hem geloven, die mogen het ontvangen. Het is je erfdeel. Gezondheid is je erfdeel. En dan komt er een belangrijk punt. Want je hebt dus een andere visie gekregen, je bent niet meer gericht op die dingen. Vervolgens, je bent bezig om een huis te bouwen, je bent bezig om, om een krachtig huis te bouwen. Ten tweede, je hebt de geest van God, je bent gemarineerd in de geest, je hebt de openbaring. Maar wat er dan gebeurt, en je begint te spreken, nummer vijf, en dan zes, is het belangrijk dat je leert om te gaan handelen. En dat is wat je heel vaak ziet, is dat mensen daar stoppen. Daar wachten ze, wachten ze totdat hun pijn weg is of hun gevoelens weg is. Maar dikwijls is het zo, en eigenlijk de meeste keren dat ik heb meegemaakt... dat ik ineens een griep kreeg of dat ik ineens uh, een, een, een zware hoofdpijn... Of, of dat ineens koorts ineens mijn lichaam uh, me binnenkwam, dat ik wakker werd met koorts. En wat ik dan doe, ik heb mijn geloof, uh, heb ik zo concreet gemaakt... Is dat ik ik heb bijvoorbeeld uh, op het principe van de bloedvloeiende vrouw is uh, als ik Jezus aanraak, als ik de Zoon van Zijn kleed aanraak, dan zal ik genezen worden, dan zal ik genezen zijn. Ik heb bijvoorbeeld een muziek en dat is Healing in His Wings van uh, Keith Moore. Dat is voor mij heel belangrijk. Dat is drie kwartier gewoon muziek over genezing en dat zingt het dan gewoon uit. En ik heb voor mezelf op een gegeven moment, oké. Okay, ik moet concreet worden. Dus ik zei: Als ik drie kwartier deze muziek heb geluisterd. En ik, ben, en ik ben gewoon in mijn kamer en ik luister dat. dan valt de ziekte daarna van mij af. En dan begin ik daarna gewoon te handelen. Dus, en dan luister ik die muziek. en dan na drie kwartier, ik doe mijn koptelefoon af. ik sta op en ik ga doen wat ik niet kon doen. Ik ga doen wat ik moet doen. En vervolgens, terwijl ik, terwijl ik bezig ben. Breek de ziekte van me af. Breek het juk van me af. In de machtige naam van Jezus Christus. En dan zie je dat het geen vat meer op je hebt. Dan breekt de ziekte. Dan breekt het juk over je leven. Dan zie je dat je handelt vanuit je geloof. En dat je gaat doen wat je eerst niet kon doen. Gewoon die stappen gaan zetten. Ik ben gewoon met koorts ben ik naar mijn werk toe gegaan. En terwijl ik mijn computer aanzette. Boem, het viel van me af. Weet je, soms moet je stappen zetten. Ik geef nooit, ik zeg altijd: je moet wijs zijn met je lichaam. Dus ik ga nooit over een hele zware grenzen heen. Soms denk ik gewoon: oké, okay, ik heb er nu een uur voor in geloof gestaan. Ik zie nu gewoon: oké, okay, ik weet niet waarom het niet werkt, maar ik moet nu mijn rust nemen. Dan ga ik naar bed en vervolgens probeer ik het een andere keer. Sta ik op, pak ik mijn woord en begin ik weer opnieuw. En daar ben ik heel eenvoudig in. Niet vanuit: oh, 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 heftig. Nee, gewoon relaxed, ontspannen. En dan zul je zien, je gaat, je, gaat, je gaat overwinning op overwinning, op overwinning, op overwinning behalen. Ik heb wel eens gewoon hier, ik zat op kantoor en ik had een enorme buikgriep ontstond ineens. Mijn hele buik stond gewoon te borrelen. En joh, man, man, ik voelde me. Ineens merk je gewoon ineens slappe benen. Ik sta op, ik ga loop naar een kamertje, ik doe de muziek op. Ik zeg, ik breek de chuk in Jezus' naam. onheil zal mijn tent niet treffen in de naam van Jezus. Ik loop terug, boem. Is van me afgevallen. Niks meer. Geen pijn meer, geen last meer. Energie is terug vanaf de top tot mijn kruin. Huppakee, het leven komt weer terug. In de machtige naam van Jezus Christus. Dat is hoe genezing werkt in je leven. Dat is hoe je het kan toepassen in je leven. En vervolgens wat er dan gebeurt is dat elk juk van de duivel wat Hij probeert op je te letten, el leggen, elke leugen die over je, over je komt, over het gebied van, van, van genezing, wordt afgebroken in de naam van Jezus. Halleluja. Weet je, en dat is, het, dat is het ding soms met mensen, is dat ze, ze proberen het huis te bouwen op het moment dat ze al ziek zijn, dat de storm er is. Maar je moet je huis bouwen al voordat de storm komt, zoals die man zijn huis bouwde op de rots. Dus zorg gewoon dat je dit huis gaat bouwen. Zorg ervoor dat je dit preventief gaat neerzetten. Zodat gezondheid altijd jouw deel blijft. Want zo werkt het ook. Als dit gewoon onderdeel is van jouw leven. Sommige mensen beseffen het niet. Ze hebben nu gewoon gezondheid. Ze zijn gewoon gezond. Ze zijn er dankbaar voor. Maar ze weten niet dat ineens een vuurpijl kan zomaar ineens binnenslaan. Weet je, maar als je beseft, dit is mijn openbaring, dan gaat het nooit gebeuren. Dan gaat het gewoon niet gebeuren, zegt het woord van God. Ja, dat is wel erg heftig dat je dat zegt. Ja, dat zeg ik op basis van het woord van God. Omdat de Bijbel het zegt. Onheil zou jouw tent niet treffen. Er staat niet een tijdsperiode aan. Het is gewoon de waarheid. In Jezus' naam. Dus dat is belangrijk. En ik hoop dat je dat beseft. Dus laat het van je afbreken. En laten we vooral niet klappen voor zieken. Laten we vooral mensen helpen. Laten we mensen vooruit helpen. En laten we niet zeggen tegen zieken. Ja, je moet je ziekte maar omarmen. Vervolgens ga jij lekker naar een restaurant. Ga jij genieten met je zieken. Met, met al je vrienden. En de zieke die moet, maar weer, moet maar weer zorgen hoe hij de dag doorkomt. Nee. De Bijbel geeft ons aan. Dat wij medeverantwoordelijk zijn. Dat wij de gaven van de geest hebben ontvangen. We hebben de kracht van Jezus Christus. De Christus is in ons. De kracht van de Heilige Geest. Wij is werkzaam op ons leven. Wij hebben te bieden. Wat de wereld niet kan bieden. Wij hebben genezing in ons. Wij dragen genezing op ons. Wij kunnen anderen bedragen. Dienen met het goede nieuws van het evangelie van Jezus Christus. Uiteindelijk gaat het over voor elke leider, voor elke persoon. Is dat wij niet de maatstaf van de menselijke emoties moeten nemen en daarop moeten reageren. Uiteindelijk zegt Ezekiel 34, als je dat opzoekt. Ezekiel 34. Dat is mijn laatste tekst voordat ik ga eindigen, maar dit is zo belangrijk. Toen ik dit las, dat, dat, dat raakte mij. En ik denk dat heel veel leiders en predikers die hier naar kijken. Ik, ik wil je niet veroordelen, maar het is gewoon. Het is zaak dat we scherp blijven. Uh, Ezekiel 34. Ezekiel 34. Is zo mooi wat daar beschreven wordt. En er staat dat Ezekiel op een gegeven moment zegt: in vers 2, 34, vers 2. Mensenkind, profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer. Zeg tegen hen, tegen die de tegen die herders, zo zegt de heren, we de herders van Israël die zichzelf wijden. Moeten de herders niet de schapen wijden? U eet het beste op en u kleedt u met de wol. U slacht het vet gemeste, maar de schapen wijdt u niet. Het zwakke versterkt u niet. Het zieke geneest u niet. Het gebrokene verbindt u niet. Het afgedwaalde brengt, brengt u niet terug. En het verlorene zoekt u niet. De opdracht van elke prediker, van elke leider in dit land is om mensen de weg te wijzen naar genezing. Is om de weg te wijzen naar het herstel wat Jezus aan het kruis hebt volbracht. En niet met moeilijke situaties te zeggen, ja jongens, we moeten elkaar niet teleurstellen hoor. Want ja, als iemand niet genezen wordt, raakt hij teleurgesteld. Dan moeten we ze helpen om in genezing te wandelen. Dan moeten we ze helpen om vooruit te komen. We moeten niet proberen onszelf. Niet de waarheid te prediken zodat het ons goed uitkomt en dat we geen kritiek krijgen. Want als je het wel gaat preken, dan zijn er inderdaad heel veel mensen die tegen je op gaan staan. Dat deden ze bij Jezus ook. Ze zeiden dat hij door de duivel deed. Nou, ik merk gewoon de kritiek die op frontrunners komt, ook op Tom en Femke. Ik weet gewoon, ik weet gewoon 100 procent. Deze mensen zijn bewogen voor de zieken. Zij staan er voor de zieken. Maandelijks hebben we diensten waar honderden mensen worden genezen, en bevrijd en verlost en weer terugkomen bij het huis. Ze zijn de herders die staan voor het woord van God. En ik hoop dat we in Nederland gaan staan: dat we terugkeren en het woord gaan prediken, zoals het in het, zoals het, in het woord staat, zodat zieken weer genezen zullen worden. Worden, dat we niet tegen ze prediken: oh, omarmen het en we klappen voor je als je ziek bent. Nee, we halen het oordeel daarmee niet weg. We moeten mensen brengen in de openbaring over Jezus Christus: over dat hij de triomfator is over zonde, ziekte en alle pijn. En, en dat is wat we de weg moeten wijzen. We moeten ze sleutels geven om verder te komen en om krachtig te worden, gezond te worden, versterkt te zijn in de machtige naam van Jezus Christus. En dat is onze opdracht. En wat een belofte is het. Dat Jezus heeft gezegd: jouw erfdeel is dat je gezond bent, is dat je gezond mag zijn, is dat je mag leren om vanuit gezondheid te gaan wandelen. Is dat je mag zien dat het juk van ziekte over je leven zal afbreken door de openbaring die je. In je geest zal zijn, door het woord en door de geest in je hart wat levend is geworden. Dus daarin zullen we altijd bouwen aan een leven van openbaring, zodat je gezond, gezondheid je deel zal zijn. Je zult opgaan en niet meer omlaag gaan. Je zal gaan van kracht tot kracht, van geloof naar geloof, van overwinning naar overwinning, van heerlijkheid tot heerlijkheid. Prijs de Heer, dat is jouw deel. Dat is het leven wat voor je ligt. Dat is het woord van God wat spreekt. En, 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 en wat onze toekomst is. En waar we naartoe mogen gaan groeien. In de naam van Jezus. Ik hoop dat je gezegend bent. Met deze, met deze, met deze voice of fate. En ik hoop dat je het kan pakken. En ik hoop dat ik vele getuigenissen zal horen vanuit deze. Dat je gezegend bent. Dat, je, dat er ook mensen zijn die, waar ziekte van af is gevallen. En waardoor je gaat ontvangen wat jouw erfdeel is. In Jezus' naam. Amen. Daarnaast wil ik echt vragen of je partner wil worden van het grote werk, van wat God doet door frontrunners heen. We zijn het op dit moment in zoveel dingen zijn we bezig, we zijn bezig met het gebouw. We zijn bezig met de revival in ministry school. En dat kost ook gewoon allemaal geld. En het zijn ook gewoon allemaal financiën. En niet dat we dat nodig hebben, maar we geloven gewoon dat jij partner kan worden van het werk wat wij doen. En daarin kun je zaaien en we geloven dat je dan partner bent van alle zielen en alle mensen die genezen worden en alle mensen die bevrijd worden, dat je partner kan zijn en het is zo'n waardevol iets om onderdeel te zijn van de grote oogst. En misschien ben jij wel gewoon geroepen voor in het bedrijfsleven of juist geroepen om gewoon in de maatschappij een baan te hebben. En hoe mooi is het dan dat je kan verbinden met een fulltime bediening die daarin heel veel werk verzet? En we zijn natuurlijk ook bezig over de landsgrenzen, waar we dus al zien dat zoveel boeken die we gedrukt hebben, al meer dan 600.000 600, uh, 600 boeken gedrukt hebben en al door alle continenten in deze wereld verspreid zijn. Dus wat een zegen, dus. Word partner van de bediening. En um, om een zegen, dan zul je ook een zegen weer ontvangen. Dus dat is geweldig. Um, ik wens je heel veel zegen. En uh, tot volgende week en uh, be blessed.